Steeds meer basisscholen passen hun lestijden aan, maar vinden we het eigenlijk wel zo'n goed idee? Verder gaan we de straat op om jullie wens voor het kerstpakket te peilen en we gaan natuurlijk weer naar een kerstmarkt toe voor ons kerstmarktonderzoek. Gara is er vast onderweg. De eerste kerstmarkt die we dit seizoen gaan bezoeken ligt opnieuw over de grens. Net als alle andere kerstmarkten die we ook nog gaan bezoeken de komende weken. We blijven vandaag dicht bij huis en gaan naar het Duitse Goch, net over de grens bij Kuik. Dat is straks in Wat zegt het volk? Here we go! Straks dus de kerstpakketten en de kerstmarkt. Maar eerst gaan we even naar het mediaoverzicht. Wat was afgelopen week zoal in lokale nieuws? In de bibliotheek aan de Marienburg werden vrijdag twee robots gepresenteerd. Ze heten Robin en Bibi en ze kunnen lopen, spreken en dansen. Patisserie Strik is genomineerd voor de slechtste slogan 2016. Ze zijn in de top 10 beland met de slogan Wij spelen open taart. Guns N' Roses komt naar Nijmegen. Deze week werd bekend dat de rockers op woensdag 12 juli in het Goffertpark zullen staan. En bijzonder aan het optreden is dat zanger Axl Rose en gitarist Slash na jaren weer het podium zullen delen. Op de kerstmarkt in Groesbeek komt binnenkort een bad te staan met daarin 1000 liter glühwein. De opbrengst van de kerstmarkt komt ten goede aan de voedselbank. En veel mensen vragen zich daarom ook af waarom er zoveel wijn wordt verspild. Later werd bekend dat het hier om neppe wijn gaat. En tot slot Megastore van Kranenbroek. Zij zullen waarschijnlijk pas eind februari bekendmaken of ze blijven proberen om een filiaal in Beuningen te openen. Eerder deze week werd nog bekend dat de plannen grotendeels van de baan zouden zijn door andere partijen. Hoewel bewoners de Megastore over het algemeen graag zien komen. Wordt vervolgd. Here we go! Het laatste nieuws uit de regio, maar ook live naar N1 kijken en luisteren. Je ziet het op n1.nl. Les hebben van 8:30 tot 16:30 is niet meer van deze tijd, althans zo blijkt. Steeds meer basisscholen in Nederland gaan over op een nieuw rooster, het zogeheten continu rooster. Hierbij blijven kinderen lunchen in de klas, waardoor de middagpauze korter wordt en ook vervalt de vrije woensdagmiddag in veel gevallen. Hier tegenover staat wel dat de school elke dag eerder uit is op een vast tijdstip. Dit is meestal 2:15. Volgens experts zal ze gaan zorgen voor meer rust bij de kinderen. Toch zorgen de plannen voor de nieuwe rooster veel onrust. Volgens ouders hebben scholen niet door welke invloed deze veranderingen hebben op het gezinsleven. Zo kan het bijvoorbeeld problemen opleveren voor werkende ouders, wanneer hun kinderen bijvoorbeeld eerder opgehaald moeten worden. Wat vindt Nijmegen van de nieuwe rooster? Is het een kwestie van wennen of is het gewoon een slecht plan? Wij gaan haar uitzoeken. Dus kinderen blijven dan op school in plaats van dat ze naar huis te gaan. Ze zijn ook eerder uit. Ja, maar dat heeft ze voor- en zijn nadelen. Ja. Want ik begreep dat de ouders dan toch rekening moeten houden met dat ze er eerder op mee moeten ophouden. En wat hadden we meer? En de kinderen hebben te korte tijd, te korte pauze. Want die hebben toch weer tijd nodig om te ontspannen. Ja. Dus ik heb zelf, de kinderen zijn bij mij de deur uit. Dus ik weet het niet, maar ik weet wel dat ik zie er voordelen in, maar ik zie er ook nadelen in. Ideaal. U weet ervan? Ja, ik heb altijd in het onderwijs gezeten, middelbaar onderwijs. Dus okay. Ik heb daar, wij hadden altijd continu rooster. Vanuit vroeger al? Ja, middelbare school had al, zolang ik het weet, nou helemaal in het begin niet, geloof ik. Maar een groot gedeelte van de tijd dat ik daar gewerkt heb, meer dan 25 jaar, was continu rooster. Ja, want dan willen ze nou bij de basisschool dan? Ideaal, voor werkende vrouwen, dan kunnen ze alles beter plannen. Ja, maar wat zijn dan de voordelen van zo'n continu rooster? Nou ja, dat je tussen de middag, ik neem toch aan dat als een vrouw een opleiding hebben gehad of werken, dat tussenmiddag altijd een probleem is. Wat, hoe vang je de kinderen op? En als je dan een continu rooster hebt, dan kun je de school om 1:30, 2:00 afgelopen. Ja. En dan kun je beter plannen. Anders heb je zo'n hap in de dag. En dat vind ik dus drie keer niks. Ja. Misschien is het voor ouders in dat opzicht wel weer ideaal dat ze tussen de middag een oplossing hebben dat de kinderen op school kunnen blijven. Maar je hebt ook heel veel onderzoeken die uitwijzen dat kinderen zich gewoon niet heel lang kunnen concentreren. En ik denk dat een tussenpoze waarin ze even naar huis kunnen, ze ook weer even het moment kan geven om op te laden. Waardoor die concentratie weer wat meer is voor het middagdeel. Dus
Ja, ik vind het lastig. Ik ben er geen deskundige in, dus ik zeg niet dat dat de waarheid is, maar ik moet het nog zien. Want uit vroeger uit was het inderdaad zo dat kinderen nog wel eens naar huis konden gaan, ja, even warm eten. Ja, maar nou gaan ook ouders vaak die kiezen voor een bepaalde school, bijvoorbeeld voor een vrije school, ligt aan de andere kant van de stad. Of nou, ik vond het wel fijn om tussen de middag naar huis te gaan even, maar dat was ja in een dorp en dan zit je altijd ergens vlakbij. Ja. Maar de hele dag op school, ik ken het niet, dus ja. ik weet het niet. Ja, het zal zijn voor- en zijn tegens hebben. Nou, de voordelen zijn inderdaad, denk ik, van zo'n kind de hele dag toch op school is. En dat je niet tussendoor kinderen op hoeft te halen of dus andere dingen. En een nadeel vind ik inderdaad dat de scholen dan nog eerder uit zijn. En waardoor de ouders toch opvang moeten regelen. En nu hebben ze die buitenschoolse opvang. Dan kunnen ze dus wel tot 's avonds werken, hele dagen werken. En ja, toch is het zo dat de meeste ouders toch wel werken daarnaast als ze kinderen hebben. Ja. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Of een onderwijssysteem ontwikkelen wat echt aansluit bij de ontwikkelende markt. Je ziet steeds meer flexwerk. Waarom zou je ook niet flexonderwijs kunnen doen? Dus weliswaar klassikaal, maar waar je kunt je wijze van les kunt gaan afstemmen op het individuele kind, maar ook op de beroep of de beroepsuitvoeringen van de ouders. Dus als je een flexwerkende ouder hebt, die bijvoorbeeld de ene keer 's ochtends werkt, de andere keer 's avonds, dat je daar je schoolrooster aan past. Dat is plantechnisch misschien heel lastig voor scholen, maar wellicht dat het heel goed aan kan sluiten weer bij persoonlijke leerdoelen van kinderen. Dat je dat weer met elkaar kunt matchen. Maar ja, dat er meer naar het individu gekeken wordt. Ja, want dat doen we namelijk, dat doen we bij volwassenen ook, dat doen we later nou ook al. Waarom zou je daar niet juist eerder mee kunnen starten? Ja, ja, maar ik denk de toekomst zo is dat mannen en vrouwen gewoon samen zoveel uren in de week werken. En dat we dat verdelen over de dagen. Hè, en dat een man ook eens wat minder gaat werken. Ik heb er nu niet heel diep over nagedacht. Ik kan me voorstellen dat het voor de kinderen prettig is dat ze een langere middag hebben om te spelen. Ja. Eerlijk gezegd heb ik zelf geen last gehad van een rooster tot 4:30. Dus, ja. Dus een middag thuis eten, eventjes kort. Dat vond ik weer heel, heel prettig. Maar, ja. Ik hoor het van degene die zelf die kinderen die leeftijd hebben, dat het, ja, die werken, dat het heel onhandig is. Maar dat zijn dus mensen die werken. Ja. Daar kan ik me wat bij voorstellen, want dan komen de kinderen thuis en er is er niemand. Papa werk, mama werk. Kind komt dus alleen thuis. Ja, en die ervaren dus als helemaal niet handig dat zo'n verandering doorgevoerd wordt. Nee, want anders kun je wat regelen. Hè. Als kind om 1:30 thuis komt, dan kun je nog wel wat regelen. Maar om 2:00 is het natuurlijk niks voor je baas om dat te regelen. Nou, dus die zijn eigenlijk meer macro top voorstander van lekker tussendoor. Ja, maar nou, ik spreek namens anderen, hè? Ja, dat snap ik, ja. Je wilt dat mensen aan het werk zijn, dan moet je ook regelen dat er goede opvang is. Dat vind ik een van de speerpunten bij de nieuwe verkiezingen. Dat de partijen daar veel meer rekening mee houden. Ja, wat zouden ze daarin dan kunnen? Nou, gewoon mensen, gewoon iedereen de kans geven dat ze de kinderen naar de buitenschoolse opvang, ongeacht de kosten. En dat mensen die gewoon weinig te besteden hebben, dat net zo goed kunnen doen en zo. En dat kan nu ook wel, maar dat is toch een heel ander verhaal, vind ik. Het is toch nog steeds zo dat het een hele luxe positie is als je dat kunt doen. Dus het is een probleem. Wij gingen zaterdags nog naar school, dus dat is al lang niet meer. Zaterdags school? Werking, vroeg zaterdags nog zo'n school, ja. Dus ja, ik zeg, dat is al lang niet meer. Dus dat was geen continu rooster nog. Dus 120 jaar terug. 119. Wil jij meewerken aan de totstandkoming van de programma's Op en Een? Meld je aan en word vrijwilliger bij de leukste omroep in de regio. Kijk je mee? Nee. Oh jee. Ja, het lijkt misschien nog ver weg, maar over 2 weken dan is het al kerstmis. En ergens in deze weken dan zullen we daarom ook weer veel kerstpakketten worden uitgedeeld. En nu moet je eigenlijk een gegeven paard natuurlijk nooit in de bek kijken, maar toch wordt hier altijd wel veel over geklaagd. Die crackers en paté die je niet lust, of dat ene kleine potje mosterd, ja, wat je eigenlijk nooit gebruikt. Ja, er zit altijd wel iets in waar je niets aan hebt, maar er zijn ook veel mensen die uiteraard helemaal geen kerstpakket krijgen. Of juist een ander soort cadeau van hun werkgever krijgen tijdens de feestdagen. Nou, daarom ga ik vandaag de straat op om te peilen wat jullie wensen zijn voor een kerstpakket. Dus werkgevers, let op! Goeiedag. Hoi. Wij zijn van Wat zegt het volk. En ga jij dit jaar een kerstpakket krijgen, denk je? Oeh, ik heb geen idee. Ik denk het niet. Nee. Niet? Nee. Een kerstpakket. Ga je dat dit jaar ontvangen, denk je? Ja, denk het wel. Oh, ja. Oké, dat is leuk. Ja. Wat mag erin zitten?
Ja, ik denk heel veel eten. En er zit altijd ook iets leuks in. Gaat u een kerstpakket ontvangen? Ik niet. Niet? Nee. Waarom niet? Nee. Ja. Oh, nou, veel plezier ermee. Ik heb geen idee of dat hij komt. Of je een kerstpakket gaat krijgen van je werkgever? Nee. Ook niet? Nee. Jullie werken niet? Of? Ik werk niet, nee. En jij? Ik wel. Oké, okay, maar geen kerstpakket? Nee, we krijgen dit niet. Oh, je krijgt wel iets voor kerst. Ja, wel iets voor kerst. Maar, maar had je liever een kerstpakket heel stiekem gehad? Of zeg je van, nou, het is prima, een diner? Ik vind het wel leuk, een diner, ja. Maar krijg je wel eens een kerstpakket? Nee. Je krijgt er nooit geen? Ja. Echt waar? Ja, dat is leuk. Twee zelfs. Twee? Ja. Ga je die krijgen? Ja, zeker. Oh, dat is positief. Ja. Nou, we hebben heel veel mensen gevraagd vandaag, maar bijna niemand krijgt er een kerstpakket. Ik krijg elk jaar. Oké, en vind je het leuk? Ja, ik vind het wel leuk. Maar hij is snel op. Hij is snel op? Ja. Dat is een goed teken. Er zitten veel lekkers in. Ja, nou, ik heb meestal 3 flessen wijn. En, dat is het enige eigenlijk dan als kerstpakket. Oké, nou lekker toch? Gaat u een kerstpakket ontvangen dit jaar? Ik hoop het wel, ja. Dat is mij nog niet bekend, of ik een kerstpakket krijg. Maar andere jaren wel, normaal? Andere jaren krijg ik wel een kerstpakket, dan komt het dit jaar ook goed, toch? Ik denk wel dat het goed komt, ja. Ik kom van Engeland oorspronkelijk, maar ik werk hier dicht bij Heinz in Elst. Ja. En is afgeschaft. Oké. Ze noemen het zero-based budgeting. Vindt u dat jammer? Ja, goh, ik heb het echt niet nodig eigenlijk. Mijn kerstpakket is iets van vroeger, moet ik eerlijk zijn. We hebben voldoende. En wat gaat erin zitten, denkt u? Dat is voor de vrouw ook heel belangrijk vaak, hè? We hebben helemaal geen idee. Nee. Bent u altijd blij met het kerstpakket wat u krijgt? Ja, ik vind het altijd leuk, wat het ook is. Ik krijg €50 en dan krijgen hebben wij een markt. En dan kunnen wij het geld dan vrij besteden. Dus. Nou, dat is best leuk. Dat is best leuk. Dat is ook een soort kerstpakket, zeker? Toch? Nee, eigenlijk is het gewoon een kerstpakket. Ja. Dus heel vaak hoor je wel, er zitten heel vaak dingen in wat je niet kent, hè? Ja, maar wat ik niet ken en een ander plezier mee kan doen, dan geeft u het dus weer weg. Gaat u met kerst een mooi kerstpakket ontvangen? Jazeker. Ja. Nou, maar dat is vanuit het Radboud Ziekenhuis. En volgens mij dan krijg je zo'n bon en dan kun je kiezen tussen iets van 20 items. Van een oorthermometer tot een boekenbon tot dat soort dingen. Maar dat is dus, heel positief eigenlijk, dat je zelf kunt kiezen wat er dus in het pakket zit. Eén is het wel. Van de andere kant is het, dus je moet wel weer gaan kiezen. Ja. En ik vond het eigenlijk ook wel een charme hebben dat je gewoon iets kreeg waar wat eten en wat erbij zat. Dus, maar dan horen we heel vaak dat er iets in zit waar je niks aan hebt. Onbekendbare dingetjes. Ja, dat klopt. Maar die keuze in de opening is zo groot dat je zegt van, nou, er zit altijd echt iets precies voor mij bij. Okay. Meestal ga ik voor de boekenbon, want dan kan ik het toch weer zelf kiezen. Ja, dus daar heb je wel een punt. Maar gewoon het verrassingseffect, dat vond ik ook wel leuk eigenlijk. En als je dan een kerstpakket zou moeten samenstellen, wat moet daar dan echt in zitten? Ja, eigenlijk van alles wat. Lijkt iets lekkers te snoepen of zo? Ja, ja. Dat vooral? Mm-hmm. Ja? Wat van koekjes, wat van chips. Er zit ook altijd thee of koffie in. Ook altijd handig. Maar als u mag kiezen om een kerstpakket samen te stellen voor de werkgevers die nu aan het kijken zijn, wat moeten zij erin stoppen? Wat mensen iets aan hebben misschien? Ik heb geen idee. Ik heb het altijd een beetje overdreven gevonden. De een zegt van, ik vind het juist heel fijn. En de ander vindt, ja, maakt het niks uit eigenlijk. Nee, mij maakt het niet zoveel uit. Gewoon iets warms, iets zachts. Een dekentje. Een dekentje? Ja. Geen eten, maar echt spulletjes? Ja. En wat moet erin gaan zitten volgens u? Waar u blij mee bent? Wat ik begrepen heb, zitten er allemaal spullen in. Hoe noem je dat? Van derde weer Fairtrade spullen. Oké. Dus afwachten wat we krijgen. Maar blij mee dan? Ja, natuurlijk altijd. Maar geen voorkeur dat u zegt van etenswaren of juist iets anders? Een kaars? Het is een extraatje wat je krijgt. Dus geef paard krijg je niet in de bek. Helemaal mee eens. Ja, fles wijn. Dat lijkt me genoeg. Beetje kaas erbij. Beetje kaas. Vlammetjes avonds, heerlijk. Ja, zoiets. Denk ik toch ook gewoon wat lekkers te eten erin. Mm-hmm. Wat delicatessen dingetjes die je niet zo snel voor jezelf koopt, denk ik. Oh ja, meestal gaan we uit eten of zo. Of krijgen we parfum of zoiets. Oké, okay. Dat is wel leuk. Maar dus geen grote doos met lekkernijen? Nee, doos. Nee. Had jij niet graag gewild? Nee, op zich niet dan. Ik ben gewoon blij met wat ik krijg, toch? Ja. Eens. Maar uit eten is leuker als een grote kerstpakket. Ja, mijn mening vind ik dat wel, ja. Een flesje wijn of kaas of wat? Ja. Of een dekentje? Of... Ja, een flesje wijn, kaas, dat soort dingen. Ja, gewoon lekkere dingetjes, gewoon hapjes. Zou je dan wel blij met een kerstpakket zijn? Nou, ik zou er iets anders mee doen. Ik zou dan eigenlijk voorstellen als werknemer om met z'n allen iets te kunnen doen voor mensen die het veel harder nodig hebben. Dus ik hoef geen kerstpakket. Dat is een goed initiatief hoor. Wel hè? Zeker niet zo'n pakket waar allerlei etenswaren in zitten.
Een kerstpakket? Ja, want nou, van wie zou je... Ja, dat bedoel ik. U bent zelfstandig ondernemer. Ja. Hoe gaat u dat doen? Kan ik wel vergeten. Ja? Kan ik wel vergeten. Maar zorgt u dan niet voor uzelf? Voor een klein, ja, klein pakketje? Voor mezelf, ja, ja? Zeker. Ja? Groot pakketje. Ja, pakketje. Nooit voor een baas gewerkt? Nooit. Nooit? Nooit. Dus nooit geen kerstpakket gehad? Nooit geen kerstpakket gehad. Dat is wel erg, hè? Ja. Ja. Wat zit erin? Eten. Ja? Ja, eten waar je iets mee kan. Dus niet allemaal van die speciale extra dingen, maar gewoon iets wat fijn is om in je kast te hebben staan, zodat je er wat mee kunt. En dat je niet zo'n kerstpakket hebt waar je 5 jaar later je kast opentrekt en je denkt, oh ja, dat was van 5 jaar geleden mijn kerstpakket. Dat gooi ik ja, maar dat hoor je heel vaak, hè? Dat je dus een kerstpakket krijgt en de helft kun je niks mee. Ja, en daar zit niemand op te wachten eigenlijk, hè? Nee. Maar als je nou een heel mooi kerstpakket voor je ziet, hè? Je wilt hem zelf staan bestellen, wat moet er dan bijvoorbeeld echt in zitten? Bloemen. Groot pakket met bloemen, alleen maar bloemen en één flesje ertussen. Oké, nou, hele leuke tip. Hey, fijne dagen. Hetzelfde, dankjewel. Hè. Ook op Twitter vroegen we jullie of je dit jaar een kerstpakket verwacht. Nou, dit is de uitslag. Deel je mening over het nieuws ook op Facebook via facebook.com/altijdn1 en op Twitter via @altijdn1. Dan zijn we nu aangekomen bij deel 2 van ons kerstmarktenonderzoek 2016. Welke kerstmarkt is nu het meeste moeite waard voor mensen uit Nijmegen om te bezoeken? Vorige week zag je een terugblik op ons bezoek aan Kleef en Düsseldorf. Dat zag er zo uit. Vandaag is Gara op de kerstmarkt in het Duitse Gochem. Hoe smaakt daar de glühwein? Is het een beetje gezellig en verkoopt daar leuke souvenirs? Kijk mee naar deel 2 van ons kerstmarktonderzoek. We zijn aangekomen op de Gochse kerstmarkt. Ik ga even een kijkje nemen en ik ga ook een paar dingetjes onderzoeken. Ik wil sowieso weten of de glühwein lekker is, of je iets lekkers kunt eten en of je iets lekkers kunt kopen. Maar ik wil ook weten hoe mensen de sfeer vinden. Is het toch raar of niet? Wat vinden ze van Weihnachtsmarkt hier? De Weihnachtsmarkt is eigenlijk wunderschön. Klein, man drumherum laufen, ein leckere Bratwürsten, so wie wir. Ja, ist es lecker? Sehr lecker. Sehr leckere Bratwürste. Können Sie ja mal probieren. Glühwein, lecker? Der ist in Ordnung, möchte ich sagen. Ja, der schmeckt ganz gut. Gut. Was? Gut. Ja, super. Alles super. Ja. Was macht ihr hier? Ich? Ja. Glühwein trinken. Ach so, okay. Was verkaufen Sie hier? Glühwein und Schupfnudeln mit Sauerkraut, Burger, Pulled Pork. Und was ist das Geheim vom Glühwein? Der ist hausgemacht mit Zimt, Orangen, hervorragenden Rotwein. Ist ein Top-Produkt. Top-Produkt. Ich bin actually ich bin actually nicht aus Goch. Ich komme nicht aus Goch. Wo kommst du her? Ich? Ja? Nijmegen. Oh, du kommst aus Holland. Holland. Oh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ihr Holländer, ihr habt die schönsten Mädchen. Du siehst fantastisch aus. Mai. Danke, 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 danke. Hey, ich weiß nicht, Rick, aber dit sieht er best apart aus. Kijk nou, warum zit dat stukje erbovenop? Is het toch raar, of niet? Ik vind het wel raar. Vind je het niet raar? Ik ben van Hollander. Ja, van Holländische Fernsehen. Ja. En dan zien ze maar wie schön hier in Deutschland die Weihnachtsmärkte zijn. En hoe wunderen deze Weihnachtsmärkte. Ja, we zijn ook froh, dat we den hebben. Haben? Dass wir den haben, diesen Weihnachtsmarkt. Oh. Oh. Hallo. Hallo. Spreek je Nederlands? Nein, leider nicht. Tut mir leid. Nicht? Nicht? Ich spreche kein... Was finden Sie von Weihnachtsmarkt? Hier kann man Glühwein trinken. Ja. Ja. Und was essen?
This, that's the champignons. Champignons. Oké. Die atmosfeer is... Sehr schön. Sehr schön. Ja, schauen Sie sich doch einfach mal um. Ne? Hier, die ganzen Bäume sind beleuchtet, sind schön, die Stimmung ist gut. Ab und zu singen so nette Lieder. Der Glühwein ist sehr gut. Der Amaretto schmeckt auch. Der Nikolaus da vorne, wenn der kommt... Nikolaus? Der Nikolaus oder Weihnachtsmann. Weihnachtsmann? Santa Claus. Santa Claus. Haben sie einen großen Sessel gemacht. Sessel? Ja, einen Sessel zum Sitzen. Was ist ein Sessel? Kommt der Popo drauf, hier so hinsetzen. Besser als gar keine, oder? Ihr kommt aus Holland, was ist das für ja. Da? Nijmegen. Nijmegen. Ja. Seid ihr Radio oder Fernsehen? Fernsehen. Ja, logisch. Hier op de Gochse kerstmarkt zijn niet zoveel Nederlanders. Dus als je hier naartoe komt, moet je wel een woordje Duits spreken. In ieder geval beter dan ik. Op de geur afgaand heb ik het idee dat je hier glühwein kunt halen. Ik ga er eens even eentje bestellen. Ik heb een glühwein gehaald. Het is een rode glühwein. Ik ga hem eens even testen. Hij dampt enorm, dus ik denk dat hij wel heet is. Hij is wel heel erg lekker. Het is vrij zoet wel. Maar ja, even nog een slokje om het zeker te weten. Ja, het is echt lekker. Ik zou het ongeveer een 7 geven. Maximaal. Ik ga nog heel veel andere glühweins uitproberen. Ik denk... Your wish. Nu de glühwein op is, ga ik kijken wat er nog meer te vinden is. Er zijn in ieder geval veel mensen aan het eten. Ik zie dat ze aan deze kant heel veel leuke kerstpoppetjes verkopen. Ik denk dat dat is voor in de kerstboom. En andere dingetjes misschien voor kinderen of zo. Vast zelfgemaakt. En hier, dat ziet er ook wel mooi uit. Het is vast ook handgemaakt. Mooi. Volgens mij is dat Gogh. Kut. Oh, en worsten. Hier zijn heel veel worsten te koop. Er zijn in ieder geval heel veel worsten hier te koop. Ik vind die zwarte, donkere worsten wel eng uitzien eigenlijk. Misschien moeten we hier straks nog maar eens even terugkomen om een worst uit te zoeken. Ik ga ook even op zoek om een leuk souveniertje uit te zoeken. Ik ga eens even kijken wat ze allemaal hebben. Nou, hier om te beginnen niet. Want hier verkopen ze bont en plankjes. Dit ziet er wel heel erg lekker uit. Maar ik zoek toch echt iets kleins ter herinnering aan Gogh. Misschien straks nog even iets eten. Gogh. En zwar geht's weiter hier live op de bühne. Denk dat ze toch bij dat ene kraampje waar ze die schattige dingetjes hadden, dat we daar even gaan kijken. Want hier verkopen ze allemaal sjaals en tassen. En daar ben ik niet naar op zoek. Oeps. Ik moet wel zeggen dat er heel veel eten is. Heel veel glühwein kraampjes en heel veel eetkraampjes. Heel weinig met souvenirs of iets handgemaakt of wat dan ook. Ja, hier wou ik even kijken. Ik vind dit er wel heel schattig uitzien eigenlijk. Ah, oh, kijk nou. Een kip. Het is wel leuk misschien om iets te kopen om in de kerstboom te hangen. Ik denk dat ik iets gevonden heb voor een souveniertje. Ik vind deze kip er wel schattig uitzien. Het is leuk voor in de kerstboom. Het moet maar een kleinigheidje zijn. Kijk eens wat leuk. Hallo. Toch. Deswegen war ich eigentlich hier vorne. Das habe ich schon gefragt. So viel Spaß damit. Danke. Tschüss.
Weet je hoe die heet? Hij heet Piep Mats. Piep Mats, genau. Piep Mats. Ah, wat schattig. Een kuikentje. Piep Mats voor 3 euro. Nou, dan heb ik toch weer een mooie herinnering aan Goch. En ik zie de worsten. Zullen we een worst kopen? De braadworst is binnen. Ik vind dat hij best groot is. Godverdomme. En ik ga zo even ergens rustig zitten om hem goed te observeren. En om hem op te eten. Ik moet zeggen dat ik er minder van had voorgesteld. En dat Goch best wel een leuke kerstmarkt heeft. Ook best wel groot. En alles is er te krijgen wat je zoekt op een kerstmarkt. Je kunt iets leuks kopen. Je kunt glühwein drinken. En je kunt ook een braadworst eten. Ik ga daar even een hap van nemen. Lekker. Ja. Super lekker. Als u niet te ver van huis wil, is de... Kun je altijd nog op. Als u niet te ver van huis wil, is de Gochse kerstmarkt echt wel de moeite waard. Je vindt echt werkelijk alles wat je zoekt op een kerstmarkt. Hij is gewoon wel klein, maar het is gewoon echt heel erg gezellig en het is ook druk. Nou, wat wil je nog meer? Het is goed weer. Ik ga verder mijn braadworst opeten. Altijd op de hoogte van de leukste activiteiten in Nijmegen? Like ons op Facebook via facebook.com/bezoeknijmegen. Tot zover deze aflevering van Wat zegt het volk. Volgende week zijn we er uiteraard weer. En dan zijn we er voor het derde deel van ons kerstmarktonderzoek in het Duitse Oberhausen. Blijf ook aankomende week weer dagelijks op de hoogte van ons laatste nieuws uit de regio via n1.nl of via facebook.com/altijdn1. De leukste evenementen en uitgaanstips vind je natuurlijk via facebook.com/bezoeknijmegen. Graag tot de volgende keer.